En dan heb ik net naar een nieuw optreden staan kijken. En dan zou ik hele nare opmerkingen kunnen maken van... U houdt wel van dingen aan het slikken en is de vlam al overgeslagen. En het gaat als een lopend vuurtje. Bent u vaak hier Nederlands eerste keer? Dat soort dingen, ja. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Wat voor dingen stopt u niet in uw keel? Hello, lantaarnpalen. Wat zei je? Lantaarnpalen. Lantaarnpalen? Ja. Lantaarnpalen niet? Nee, dat vind ik heel moeilijk. Ja? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik denk dat... Ja, misschien gaan er bij mensen nu een liggie branden, maar bij mij... Nee, ik heb dat echt niet. Nee. Oké. Okay. Dat had ik eigenlijk wel gedacht. Ja. Stop jij weleens wat in lichaamsholtes? Nee, eigenlijk niet zo. Nee, sorry, ik hou ze liever schoon. Ik ook niet, ja. Ja, alleen ja, mijn neus en mijn keel doe ik dan wel. Maar... Oh, en mijn oor natuurlijk. Nee, maar andere welke lichaamsholtes niet? Nee, andere lichaamsholtes stop ik andere bijna in. Andere lichaamsholtes niet? Ja. Nee. Maar, nou we toch over dingen in lichaamsholtes stoppen, hè? Nou, er was een laatste onderzoek over dat mensen steeds meer keelkanker kregen van sperma slikken. Maar dan vraag ik... Nee, juist niet. Sperma was juist goed niet, voor. Cameraman, je heeft het fout. Juist niet van sperma slikken. Sperma was juist goed tegen keelkanker. Oh, sperma was juist goed. Tenminste, dat zou ik nou sowieso naar buiten brengen. Ja. Wat ik me nou afvraag, hè? Van die vuur in je keel stoppen, is dat niet het is geen sperma, schadelijk? Nee. Nee, het is geen sperma, nee. Maar... Schadelijk? Ja, ik heb geen idee. Ik heb eigenlijk nooit echt over nagedacht. Nee. Lijkt mij niet. Lijkt mij wel. Ik denk wel dat het schadelijk is. Ik eet ook heel heet. Dat kan ik me voorstellen, ja. Als je vuur in je mond kan stoppen, hè? Een portie vlammetjes. Ja. Lekker. Dat is ook zoiets, denk ik. Ja. Ja, ik zou bijna vragen om te proeven, maar het lijkt me toch niet zo'n strak idee. Nee, noem me niet dadelijk, vind je het leuk worden en dan krijg je concurrentie en zo. Ja, dat is niet zo slim, hè? Nee, niet handig. Nee. Zal ik een trucje doen zometeen? Nou, dat mag. Heel graag. Ja, dan haal ik even een pakje kaart op. Ja, dat is goed. Vind ik leuk. Die kaarttruc zie je morgen in een nieuwe video op Ook van Wolsterhout. Dat is goed.